We staan hier voor groep 6A met meester Marcus en hier geeft de meester leefstijllessen. Laten we even gaan kijken. Wat voor lessen zijn dit? Dit zijn leefstijllessen. Daar leer je ook met andere mensen omgaan en over andermans gevoelen. Wat heb je net gedaan? Nou, we hebben met elkaar een groepje gevormd. Wat zeg maar, je moest het, er was een strook en die had meestal in puzzelstukjes geknipt. En die puzzelstukjes moest je zeg maar in elkaar zetten en dan kwam er een uitdrukking. En nu zijn we aan het bedenken wat die uitdrukking kan betekenen. Ja, en wat heeft dat met spijt te maken? Dat is... Wat leer je? Over hoe je ergens mee moet omgaan. Waarover gaat deze les? Over spijt. Heb jij wel spijt gehad? Ja. Heb je een voorbeeld? Op de iPad had ik 2 dingen gekocht. Waar ik heel erg spijt van heb. En wat heb je er dan aan? Dat we leren om samen te werken en om elkaar te denken. Hoi allemaal, vandaag gaan we kijken bij de leefstijllessen van groep 1-2. Wat we vandaag gaan leren, want we gaan beginnen met een nieuw thema. Dat is dat we het gaan hebben over emoties. Oeh, dat is een lastig woord, maar daar hebben we het met muziek toen over gehad. Hé, Jikke? Ja, wat zijn emoties? Weet iemand dat al? Lucas? Ja, Silke? Als je een veertje hoort bij iemand leuk. Ja, dat kietelt ook heel erg, hè? Ja. Eden? Weet je wat emoties zijn? Wat zijn emoties dan? Als je moet lachen. En moest je hard lachen net? En waarom moest je heel hard lachen? Dat iemand kietelde. Hoezo heb je hard gelachen? Omdat Olivia heel grappig gekke bekken ging trekken. Weet jij wat emoties zijn? Wat? En wat nog meer? Bang. En hoe heb je degene voor je laten lachen? Ik was niet aan de hand. Weet jij wat emoties zijn? Ja. Wat dan? Dat je dingen doet zonder te zeggen. Wat vindt u ervan om les te geven? Ik vind het heel leuk om les te geven. Zeker de lessen van leefstijl, want ze zijn heel erg speels. En spelenderwijs leren de kinderen toch hoe ze met elkaar om moeten gaan. En op een leuke manier leren ze eigenlijk van allerlei dingen. Moeten kinderen vandaag leren? Vandaag tijdens de les van leefstijl bijvoorbeeld leren de kinderen wat emoties zijn. En vooral met de emoties van lachen, dat het je blij en gelukkig maakt, dat ze dat eigenlijk een beetje leren. Vinden kinderen het leuk om dat te leren? Ik heb het idee van wel, ja, want lachen volgens mij maakt iedereen dat blij en gelukkig als ze dat mogen doen. We waren vandaag bij de leefstijlles en ik vond het heel erg leuk. En leuk dat jullie hebben gekeken. Doei!